Het managementteam grondenrechten der inheemse en tribale volken in Suriname heeft vandaag kennis gemaakt met het traditioneel gezag van beide groepen. De kennismaking was in de congreszaal. Vertegenwoordigers van de inheemse en tribale volken zijn breedvoerig geïnformeerd over de stand van zaken en de nog uit te voeren activiteiten met betrekking tot het grondenrechtenvraagstuk. Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling was ook een van de inleiders. De bewindsman vroeg de aanwezigen vooral om de eenheid te bewaren. En voor Damko met de oproep naar een managementteam zijn Abi. Want biggie verantwoord toe, maar ook toe de technische commissies. Ze hebben een zware taak net op de score. Tak met u hoor de protocollen in acht. Met u hoor gemaakte afspraken in acht. Met kese kese no kong. Met jugu jugu no kong. Met u tjara san waka lek famus waka. En alle openheid en eerlijkheid. Dit doen we misschien niet eens voor onszelf, maar voor onze kinderen en kindskinderen. En ik kan looken vanuit historisch perspectief. Ik kan looken vanuit juridisch perspectief. Ik kan looken internationaal. U allemaal e konta pa sempunt. Tak jere seta san no. De voorzitter van het managementteam, Wensley Misijan, gaf in een presentatie aan hoe het managementteam eruit ziet en wat de werkzaamheden zijn. Uroko, utak nangadisma. Feedback, gonading gramang, gonading verschillende regio en zo weet ik op een gegeven moment dat ook door APCP een gezamenlijke verklaring bekomt naar een stappenplan. Die vinden plaats, dan uchadesant go baka na desma. De gramang, de verschillende gramang voor de inheemse, naar de tribale en de agri naar een gezamenlijke verklaring naar de toestappenplan. En bakadati 9 augustus 2017 dan u presenteer de documenten dat die minister, president voor de Republiek Suriname. Voorzitter van het managementteam grondenrechten der inheemse en tribale volken, Wensley Misijan, vandaag tijdens een kennismaking met vertegenwoordigers van het traditioneel gezag. De bijeenkomst is gehouden in de congreszaal.